Dag mama's en papa's, het is weer vrijdag en dat betekent dat er een nieuwe WIC-activiteit is. Welkom in de klas van juf Liesbeth. En vandaag heb ik weer twee nieuwe kindjes. Wie ben jij? Bilo en? Mehdi. En Mehdi. Mehdi en Bilo, wij hebben in de klas bij juf Ellen over letters geleerd, hè? Ja, hè? Zeg, kennen jullie letters? Bilo. Ja. Jouw eerste letter, welke letter is dat? De? B. De B, de B. Goed zo. En jij, Mehdi? De? Welke letter is dat? Ik heb hier onze wiktas. En wat zit daarin deze week? Een papier met heel veel letters. Voor elk kindje een papier, alsjeblieft. En alsjeblieft, Bilo. En nog een ander blad. En hier gaan we de naam op plakken. Zo. Goed. Ook de naam van jullie kind zal in de tas zitten. Dat is jouw naam en dat is jouw naam. Oké, en wat jullie van thuis moeten hebben is een schaar en... Lijm. Dat moeten jullie thuis hebben. Oké, gaan we met de schaar beginnen? Ja, ga jij ook met de schaar? Zoek eens de M van Mehdi. En jij de B van Bilo. Waar is de B? Ja, en jullie kunnen mooi op de lijntjes knippen. Knip maar op de lijntjes. Wij hebben die. Ja, die mag je knippen. Mooi op de lijnen knippen. Zo'n groot papier, dat is niet gemakkelijk, hè? Knip maar. Mama's en papa's, nog een tip. We zeggen de B, I, L, L, O. Zo spreken we de letters uit. Zo leren de kinderen de letters. Het is heel veel werk, maar ze doen het goed. Wat jullie ook daarna kunnen doen, is met een potlood de letters overschrijven. Kijk goed dat de kindjes het potlood goed vasthouden, dat ze goed zitten. En zo leren jullie kinderen jullie naam schrijven. Maar overal vind je letters. Bijvoorbeeld in een folder van de supermarkt staan letters. Op de straat staan letters. Stimuleer je kind om hun eigen letter te zoeken. En praat veel. Ga in interactie als ze geïnteresseerd zijn in hun naam, in letters. Hè? Gaan jullie nog een beetje knippen? Oké, veel succes. Dag.